Ook nog een vraag, wat is jouw favoriete zeehond? We hebben in de Waddenzee hebben we twee soorten zeehonden. De gewone zeehond, dat is een kattenkoppie. En je hebt de grijze zeehond, die heeft een hondenkop. En dat is een veel grotere kop. En heel vroeger, voor Christus, waren ze ook in Nederland. En ze zijn pas in 1980 weer teruggekomen. Dus je hebt eigenlijk twee soorten. Maar voor mij is de gewone zeehond met dat kattenkopje is voor mij het meest bijzondere. Zeehonden zijn niet afhankelijk van de mens. Maar de mooiste zeehond die ik ooit gehad heb, er zijn over de hele wereld prachtige zeehonden die ik ook heb mogen vasthouden. Er is één monnikstrop die zegt kwaak, kwaak, kwaak. Dat is net een eendje, maar die is dan ook zijn moeder kwijt. Maar voor mij was de meest bijzondere zeehond was Dirk Frik. En Dirk Frik, dat was de schipper van de politieboot uit Delfzijl. De Ruppe te Wum noemden we ze altijd. En wij brachten altijd de zeehonden weer naar zee als ze gezond waren met Dirk Frik. Dus wat deed ik? Er kwam een mooie dikke zeehond aan in Pieterburen. En ik zei, jongens, dat is Dirk Frik. Nou, het was Dirk Frik. Dirk Frik was geen gemakkelijk man. Hij was een beetje eigenzinnig, een echte Grunninger. En wat was er met die zeehond? Die heb ik niet kunnen voeren. Dat is de enige zeehond die ik in mijn leven, meer dan 40 jaar heb ik zeehonden gevoerd, niet kunnen voeren. En het mooiste is, hij ging met de Ruppe te Wum, de Rijkspolitie, te water. Dirk Frik mocht hem zelf ook weer vrijlaten. En bij het overboord zetten, wat deed Dirk Frik, de zeehond? Hij beet nog een goed stuk verder van de boot af. Nou, dat was voor mij de meest eigenzinnige zeehond. En als je nog meer vragen hebt, vraag bij Dierenlot, kijk op de e-mail, kijk op de website, stel vragen. Ik ben heel blij dat ik ambassadeur mag zijn van Dierenlot. Dus steun het, jongens. Wees erbij, we helpen ook zeehonden. Dankjewel.